Het lijken wel hooibalen, maar dan in een winterwonderland. Vanwege de vorm worden ze dus ook wel een sneeuwbaal of een sneeuwroller genoemd. Maar vanwege de holle binnenkant is er nog een leukere naam bedacht, namelijk de sneeuwdonut. Sneeuw is natuurlijk het belangrijkste element voor het ontstaan van een sneeuwdonut, maar er zijn wel verschillende soorten sneeuw nodig. Het begint met een stabiele onderlaag in de vorm van ijs of poedersneeuw. Poedersneeuw plakt niet goed en hier kan je bijvoorbeeld ook moeilijk sneeuwballen van maken voor een sneeuwballengevecht. Daarbovenop moet een dunne laag sneeuw voorkomen waarvan de temperatuur dicht bij het smeltpunt komt, namelijk 0 graden. De zon zorgt ervoor dat de sneeuw opwarmt en vervolgens los, nat en plakkerig wordt. Het luistert nou, want als het te warm is, dan smelt de sneeuw weg. Als het glazuur die van een vers afgebakken donut druipt. Zodra de sneeuw van een boom of klif valt en een hoopje vormt op de grond, dan pas kan de wind er grip op krijgen. Met vrijwel windstille omstandigheden komt de sneeuwdonut niet voor, maar als het te hard waait, wordt die juist kapot geblazen. Met de juiste windkracht komt dat laagje met plakkerige sneeuw los van die laag met ijs en poedersneeuw en hij beweegt zich mee met de overheersende windrichting. Een glooiend landschap helpt mee om de sneeuw onder invloed van de zwaartekracht in beweging te krijgen. Afhankelijk van obstakels in de omgeving kan de sneeuwdonut in grootte toenemen. Daarom ontstaan ze vaak in heuvelachtige gebieden zonder al te veel begroeiing. De laagjes sneeuw aan de buitenkant worden door het rollen stevig aangedrukt. Maar de laagjes sneeuw in het midden, die als eerste gevormd zijn, zitten nog relatief los aan elkaar. Door de rollende beweging vallen die er geleidelijk uit en daarom ontstaat dus die holle vorm en worden ze ook sneeuwdonuts genoemd. De kleinste exemplaren die je kan tegenkomen, die zijn zo groot als een echte donut. In het meest extreme scenario kan een sneeuwdonut zelfs een halve meter hoog worden. Het is de wisselwerking tussen windkracht, sneeuwcondities en het landschap die uiteindelijk de afmeting bepalen. De grootste kans om sneeuwdonuts tegen te komen heb je in de Verenigde Staten. Maar ook dichter bij huis in het Verenigd Koninkrijk, Tsjechië en in Duitsland zijn ze wel eens waargenomen. In Nederland zijn sneeuwdonuts heel erg zeldzaam en winterweer met een dik pak sneeuw is de laatste jaren niet zo heel erg vaak meer voorgekomen. Door klimaatverandering wordt die kans in de toekomst alleen maar kleiner, maar ik sluit niet helemaal uit dat er ook in Nederland misschien ooit wel eens een sneeuwdonut waargenomen kan worden. Houd je ogen dus open tijdens een wandeling door de sneeuw. Houd ons YouTube-kanaal in de gaten voor meer video's over het weer in de wereld.